Met z'n allen wonen we niet alleen in de grootste provincie van Nederland en de groenste provincie van Nederland, maar ook in de lekkerste provincie van Nederland. De komende 6 weken ga ik op zoek naar de smaak van Gelderland. En ik kan nu alvast zeggen, dat wordt verrassend lekker. Ja, prachtig. Molsla. En molsla, dat zijn paardenbloemen. Is nu heel erg in weer aan het raken. Gebleekte paardenbloemen. Ik wil geen plofslak kweken. Ik wil niet zo snel mogelijk de eindstreep halen. Eigenlijk wil ik gewoon de Rolls Royce onder de slakken kweken. Ik ben een mannenverslinster en daar horen de ballen bij. En die eet je echt op? Ja, alles? Die eet je echt op. Je kunt je groenten natuurlijk in de supermarkt halen, daar is helemaal niks mis mee. Maar als je, zoals ik, al een paar jaar met een moestuin speelt, dan ga je toch het verschil wel proeven. Je eigen groenten in je eigen moestuin zijn altijd net een tikkie lekkerder. Met een beetje meer luis, maar ja. Moestuinieren is weer ontzettend populair. Heel veel mensen harken, schoffelen, zaaien en oogsten. Maar Norbert Megen, dat is een echte moestuinoloog. Bij hem in de tuin vind je de gekste dingen. Zo, onkruidwieden, Norbert. Het is maar wat je onkruid noemt erop. Wat is het dan? Dit is knopkruid. Wij zien dat als onkruid. Maar het is ooit in 17 zoveel als uit Colombia naar Europa gehaald als groente. En in Colombia eten ze nog steeds als groente. Jij bent dus van ja, de oude rassen. Wat... Heb jij wat eigenlijk niet in de winkel te krijgen is? Deze bonen is één voorbeeld van. Die zie je nog wel in Zuid-Italië. Maar dit kennen misschien veel Nederlanders die naar Italië zijn geweest als de rood-groene bonen die daar in groentewinkels liggen. En dan zeggen ze fagioli, borlotti. En dat klinkt ontzettend lekker. In het Nederlands heet het kievitsboon. En ja, dan lusten we het opeens niet. Dus... En toch, in Italië eten we ze? In Italië eten we ze graag en met smaak. Maar Norbert heeft niet alleen Italiaanse bonen. Hij heeft ook wel gewone, door de weekse Nederlandse bonen. Maar dan weer wel van een speciaal ras. De tuinbonen heb ik hier. Daarachterin heb ik Groninger mollebonen. Ze zien eigenlijk hetzelfde uit. Je ziet geen verschil. En dat is wel weer een oud ras, noem maar tuinboon. En die mollebonen, dat is leuk, die kan je poffen. En dan heb je brosnootjes anno 1820 of zo. Dat is ontzettend lekker. Ja. Ja, hoe kom je er allemaal achter dat het zo werkt en dat ze er nog zijn, die rassen? Zoeken. Dat is interesse. En sommige mensen bewaren die en die verkopen dan weer die bonen. En je kijkt in oude kookboeken, historische bronnen eigenlijk, ja. Waar komt die interesse vandaan? Is dat in je vroege jeugd ergens geplant? Ja, ik ben geboren en getogen in een hotel. En dat was begin 60e jaren. En de mensen gingen toen op hotel. Dat betekent ontbijt, lunch, avondeten. En achter het hotel waren enorme moestuinen. Dus mijn jeugd bestond uit het wassen van andijvie, door de molen halen van snijboontjes, sla, schoonmaken en dat soort dingen. Dus die mensen kregen s'avonds bij het diner wat 's middags uit de tuin was gehaald. En dat is er altijd ingebleven. Ja. Dus, ja, terug naar jouw wortels eigenlijk. Ja, eigenlijk is dit helemaal terug naar mijn wortels. Ja, dit is Brave Hendrik. Dat is een vaste plant. In Nederland staat hij op de rode lijst als wilde plant. En dit is onze eerste spinazie. In het vroege voorjaar, als de bieten en de wortels en dat soort dingen op zijn, dan verlang je naar de eerste verse bladgroente. En dan is dit een hele vroege spinazie voor ons. Ja. Ik zag ook nog een stukje ontspanning hier staan in de vorm van een hennepplantje. Dat doe je er ook bij? Want ja, dat is heerlijk trippen. Dit is de olijfkomkommer, zo heet hij in Nederland. Je oogst hele kleine vruchten op olijfgrootte. En dan smaakt hij naar komkommer. Het schijnt ontzettend gezond te zijn. Nou. Ja,
Dus het is een heel leuk gewas dus hier. Als de politie komt, dan zeg je, dit zijn kleine komkommertjes. Ja, dat goed zou zo. Ik iedere hennepteler ook aanraden, dat het olijfkomkommer is. Ja. Ja. Bent u al klaar voor de slak? Kijk eens hoe lekker ze eruit zien. De lekkerste slakken van Nederland worden gekweekt in Gelderland. Op de zompige klei van Niewaal. Lennart ter Hal begon 2 jaar geleden een slakkenkwekerij. En daar bepaalt de slak het tempo. Ik wil geen plofslak kweken. Ik wil niet zo snel mogelijk de eindstreep halen. Eigenlijk wil ik gewoon de Rolls Royce onder de slakken kweken. Het summum zou zijn dat Franse koks naar Nieuwouw komen om hier hun slakken te kopen. Omdat ze hier echt met alle geduld en alle liefde en, zijn gekweekt en grootgebracht. En dat zit hem dus niet alleen in de tijd die ik erin steek, maar ook het voer wat ik ze geef. De winterslaap die ik respecteer. Ik verlicht hier niet, ik verwarm hier niet. En vooral die tijd, dat is eigenlijk die ik ze wil geven. Daar word je gewoon lekker van. Hier zie je dus eigenlijk alle slakjes die dit jaar geboren zijn. De slakken zijn in begin april de kassie ingegaan. Ze hebben gepaard, ze hebben eitjes gelegd. En wat je hier nu ziet zijn echt honderden kleine slakjes. Die zijn een week of 6, 8 oud. Een gedeelte ervan zal dit jaar volgroeid raken en kan ik dan oogsten en verwerken. Een gedeelte zal niet volgroeid raken. Die gaat eind november in winterslaap. Daar blijven ze 2, 3 maanden in zitten. En dan begin volgend jaar worden ze weer wakker en gaan ze weer eten en groeien ze weer verder. En dan oogst ik ze wat later in het seizoen. En zo probeer ik eigenlijk een cyclus op te zetten, zodat ik elke maand slakken kan oogsten. Kijk, dit zijn mooie vergroeide slakken. Harde rand betekent dat ze geboordeerd zijn. Die zijn uitgegroeid. Kijk, en zo ga ik die hele kas door. En zoek ik gewoon de slakken die volgroeid zijn. In het begin moest ik dat natuurlijk allemaal voelen, kijken. Ja, nu zie ik in 1 oogopslag welke volgroeid is en welke niet. En ik pak ze ook niet allemaal. Hè. Ik sla er ook bewust een paar over, zodat ik wel slakken overhoud voor nieuwe aanwas. Deze is helemaal iets optimaal. Die heeft miljoenen jaren erover gedaan om te zijn wat hij nu is. En dat vind ik gewoon fascinerend. Het is echt puur en eerlijk gekweekt. Het vlees, het is echt vlees. Maar super duurzaam, biologisch, zonder CO2-print. Ja, mooi kan eigenlijk niet naar mijn idee. Ik kweek hier 3 soorten slakken. Een petit gris. Kijk, is niet een hele grote slak. Veel zwarte schakeringen erin. Een grote donkere zwarte rand. Een cross gris. Eigenlijk hetzelfde type slak. Nou, die zie ik zo 1, 2, 3 niet. Ja, ik zie hem wel. Hier heb ik eentje. Dit is eigenlijk de wijngaardslak zoals iedereen hem kent. En dan zie je eigenlijk aan het huis, het heeft veel meer jaarringen en hij is wit, hij heeft wit vlees. Qua smaak ontloopt het eigenlijk elkaar niet. Het is echt gewoon het type restaurant met welk formaat je wil koken. Heel moeilijk te kweken deze slak. Heeft heel veel kalk nodig en zon. Ja, en ik zit hier natuurlijk op de dikke, zware klei in het natte Nederland, dus dat valt niet mee om deze te kweken, maar ik heb er jongen van. En dan heb je een heleboel groentes, maar wat moet je ermee? Ook daar heeft Norbert een antwoord op. Kijk, ik heb hele oude kookboeken. Want ik vind deze, dat vind ik een van de mooiste plaatjes die er zijn. Ik moet even opzoeken. Hier, snijbiet met peterselie. Hier zie je hoe je het snijbietblad afhaalt. Nou, veel moestuiniers hebben snijbiet in de tuin staan, dat heb ik zelf ook. Maar in de winkel vind je het nog amper. Dat is wel inderdaad wel raar. Of kardoen. IJskruid. Nou, dat heb ik in de moestuin staan. Ik dacht, dit is nieuw Afrikaans gewas.
staat, tot mijn grote verrassing staat dat hier gewoon in een kookboek van 100 jaar geleden. Ik geloof dat hier ook nog wat mooie dingen in stonden. Ja, prachtig. Molsla. En molsla, dat zijn paardenbloemen. Is nu heel erg in weer aan het raken. Gebleekte paardenbloemen. En dat heet molsla, want als je een molshoop over die paardenbloem doet, dan blijft het blad bleek. Het is een beetje licht bitter. Je zou het zo verwarren met witlof. Ja. November 1912. Het groot vegetarisch kookboek. In 1912, dat is 100 jaar geleden. Hè? 100 jaar geleden was er dus al zo'n markt dat er gewoon vegetarische kookboeken in het Nederlands verschenen. Wat gaan we maken, Robert? Ik had maar gedacht een risotto. En altijd van de rook afstaan, hè? Ja, ja, dankjewel voor de tip. Geef hem jou maar mee, die tip. En deze, dat is een ronde courgette. Oh, ga je het schillen? Nee, toch? Ja, niet? Nee, ben je gek, man. Nou. De meeste voedingswaren zitten meestal in de schil. Ronde courgette, daar betaal je de hoofdprijs voor in de winkel. Is die lekker, hè? Nou, dat mag je straks proeven. Je kan het ook rauw proeven. Ik merk persoonlijk gezegd niet veel verschil. Maar... Ja, er zit op zich niet veel smaak in een courgette, hè? Nee, daarom. Toch? Nou, we kunnen wel even kijken. Hier moet je toch wel wat bij doen. Nou, net zo smakeloos als... Als de grote broer. Als de grote broeder. We doen er straks ook nog wat courgettebloemen door. Maakt een beetje kleur. Alsjeblieft, kan erin. Dankjewel. Je hebt maar een paar minuten nodig, dus... Wat is het, eigenlijk het lekkerste wat je weer herontdekt hebt, zo'n oud kookboek? Nou, de recepten van die oude kookboeken, dat vroeger kookte men het plat. Dus dat doen we niet. Maar ik moet zeggen, ik heb het net laten zien, die snijbiet, dat vind ik het meest verrassende eigenlijk wel. Omdat het zo'n makkelijke groente is en totaal weg was hier. Ja, ja. En langzaam weer terug aan het komen is. Ja, langzaam weer terug. Restaurants gebruiken het toe. En zo werkt dat, hè. Het gaat via de restaurants, gaat het, uiteindelijk komt het weer bij de groenteboer terecht. Nou, dan wordt het smakelijk. Eet smakelijk, ja. Alles uit eigen tuin, ja. De reis uit Italië. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar verder, ja. Kind kan bijna de was doen. Eigenlijk kun je dus, als je het goed doet, het hele jaar door uit je eigen tuin eten. En het is nog lekker ook. Op kippenboerderij De Langgrof in Voorthuizen verkopen ze eieren. De haantjes waren altijd een afvalproduct, maar dat is voorbij. Het haantje is namelijk weer helemaal terug. Doe je dat iedere dag zo, Chris? Ja, binnen en af en toe een keer buiten. Ja. Want buiten eet je alles op en kijk een beetje of er wat ligt en dan strooi ik erbij. Dit zijn allemaal haantjes? Dit zijn allemaal haantjes, ja. En dat zie je bijna nergens meer, hè? Nee, klopt. Dat is eigenlijk helemaal weg. We proberen het weer terug te brengen. Wat, ja, als we het hebben over vergeten groenten, het haantje is een soort vergeten vlees. Hè? Vergeten vlees, ja, klopt helemaal. Ja. Wat gebeurde daarmee tot voor kort met haantjes? Die werden gelijk nadat ze geboren zijn, ze uit het eigen komen, worden ze gelijk vergast. Ja, ja. En niks dus, gewoon afval. Ja, dan wordt, gaat de dierentuin voeren in of honden en katten voeren. Ja. En waarom dachten jullie op een gegeven moment in die haantjes, daar zit toch handel? Ja, bij ons was het eerst niet echt om de handel te doen. Wij zijn hier een biologisch bedrijf en we vinden alles wat geboren wordt en wat aan het bedrijf vasthangt, moet ook functie krijgen, moet ook leven krijgen, moet ook een doel hebben. Dus daarom zijn we gaan kijken, wat kunnen we met die haantjes doen? En natuurlijk, wij moeten ook ons inkomen hebben, dus we kunnen niet zomaar die haantjes op gaan voeden en op gaan laten groeien en niks meer doen. Dus er moet geen wel iets meer gebeuren. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we een afzetmarkt weer voor creëren? En zo is dit eigenlijk ontstaan. Wat is nou het grote verschil dan tussen een kip
en een haan, als ik hem eet? Ja, kip is bij altijd een vleeskuiken. En ja, die groeit in 6 weken 2,5 kilo. En deze groeit in 12 weken ruim 1 kilo. Dus als je de vleeskwaliteit bekijkt, dus gewoon een waspak of in de pan leg, hier verlies je niks aan. Als je er één gooit, komt eruit, qua gewicht en qua volume. En de vleeskuiken, daar komt een en ander uit, zeg maar. Die wordt kleiner als je die gebraden. En qua smaak? En qua smaak, als we de smaakspecialisten mogen geloven. Ik heb het zelf ook geproefd, ik vind het heel erg lekker. Maar de smaakspecialist zegt, hij zit heel dicht tegen wild, zit hij aan. Er zit echt veel meer smaak aan, echt heel veel smaak aan. En zijn we dat helemaal kwijtgeraakt? Zijn we helemaal kwijtgeraakt, ja. Ja, die smaak van kip, die kennen we niet meer. Totaal andere vleesbeleving. Want eten is totaal anders, dus dat dan, ja. Dan hoef je niet op de prijs te laten. Totaal andere vleesbeleving. Nou, ja. We gaan er dan maar eentje proeven, hè? Want ja. Zoek er maar één uit dan. Vind ik zo raar om een haantje uit te kiezen en dan gaan we. Ja. Ja. Zo, je gaat op reis. Yes. Nou, haantje is er. Weet jij nog iemand die dat goed voor elkaar krijgt? Ja, dat moet maar Nel wezen. Nel Schelligers. Nel, waar zit die? Gullewater, Winterswijk. Winterswijk? Ja. Eentje rijden, maar ja. Eentje rijden niet in de buurt, maar... Voor de lekkerste provincie van Nederland heb je wat over. Ja. Ik neem hem mee. Goed zo. Dankjewel. Eens smakelijk. Dit zijn allemaal harde groenten met zout, dus worteltjes en bietjes, dat soort dingen. Hier hebben we een half jaar oude courgettes met ui en zeewater. Kleine komkommetjes, een soort van zure bommen. Uiteraard een klassieke zurekool, je hoort hem lekker sissen. Dit is de pekel zelf. En dan hebben we hier, maken we frisdrank mee, dit is kefir. En kefir zijn allerlei micro-organismen die bijvoorbeeld melkzuur maken en een klein beetje alcohol. En daarmee maak ik een eigen priklimonade. Weet u wat fermenteren is? Het is een hele oude manier om voedsel te bewaren. Eigenlijk laat je het eten gewoon een beetje bederven. Maar doe je dat goed, dan wordt het toch weer heel erg lekker. Nou, fermenteren is simpel gezegd een mooi woord voor rotten. En eigenlijk alles wat we lekker vinden is gefermenteerd. Neem kaneel of vanille of koffie, chocola, maar ook brood, boter, wijn, bier, yoghurt. Nou, dat proces, daar hebben de mensen in de afgelopen duizenden jaren hebben daar vat op gekregen. En die zijn erachter gekomen dat als je zout toevoegt aan producten, dat dan alleen bijvoorbeeld nog een melkzuurbacterie overleeft. Dat alle andere bacteriën doodgaan. En dus je kan je voorstellen als je een kool, als je een witte kool, zo'n kool als deze, als je die weglegt, dan gaat die rotten. En dan wordt die helemaal zwart. En dan is er uiteindelijk niks meer. Maar dat komt omdat er heel veel verschillende soorten bacteriën, schimmels en gisten op zitten. Die zijn hier gewoon op aanwezig. En die gaan uiteindelijk gewoon aan de gang met bijvoorbeeld de koolhydraten die hierin zitten. En als je alleen die melkzuur nog hebt, dan krijg je uiteindelijk zure kool. Ik raad mensen die willen gaan fermenteren om met zuurkool te beginnen. Omdat zuurkool gewoon heel makkelijk is. Door middel van het schaven van je kool 3% zout erbij te doen. Aan te drukken dat de vocht uitkomt. Het in een pot bewaren. En je hebt zuurkool na een paar weken. Dat zo makkelijk is het eigenlijk. Dus bij zuurkool is lekker wat jenevenbes, kruidnagel, karwei. Dat is ook een klassieker. Zwarte peper. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een uitje of een knoflook of... Een stukje appel erdoor is ook lekker, wordt het wat zoeter van. En zo kan je eigenlijk heel veel, zeker als je dingen uit de natuur gaat halen, kan je gewoon soms eetbaar maken door het te fermenteren. Ik sluit nu de zuurkool af.
Dus ik leg er een heel blad bovenop. En hier gaat dan straks iets zwaars bovenop. Een steen of een zakje water. Zodat de zuurkool mooi onder blijft. Want als die boven komt drijven, dan gaat de bovenkant alsnog schimmelen. En zolang het onder blijft, heb je over een paar weken of nog langer, als je van zuurder houdt, een hele mooie zuurkool. En dat is het. Zo eenvoudig is het om je eigen zuurkool te maken. In de tussentijd is het haantje afgeleverd bij topkok Nel Schellekes in Winterswijk. En zij weet wel raad met een haantje. Nel gooit niks weg. Daar ligt hij dan, onze haan. Ja, Nel Schellekes, kok van de Gulle Waard. Mm-hmm. Jij bent ook fan van hanenvlees, hè? Ja, ik ben echt fan van hanenvlees, ja. Nou vind ik hem niet echt veel vlees op de botten hebben. Nee. Nee, als je zo'n vleeskip er tegenaan, die zo'n balletje rond is, die helemaal vol, dan is dit wel een heel erg minkukeltje. Ja. Dus met dat haantje vooruit, borstbeentje. En jij gebruikt alles? Ik gebruik alles, ja. Alles, hè? Ja. Behalve de veren dan, maar... Ja, nou, ze komen zo binnen. Ja. En dat heet dan heel erg, wat een mooie term, New York dressed. Vraag me niet waarom. Dan mag ik zien wat je daarmee kunt dan. En dan zal ik hem eerst even leeghalen. Dat is eigenlijk het minst smakelijke. En dat ga je ook gebruiken, hè? Ja, dit ga ik ook gebruiken, ja. Dit is het nekje. Oh. Nekje gebruik je ook? Ja, het nekje is de tractatie. Is dat de tractatie? Ja. Ik heb gehoord van collega's van jou dat jij heel erg van de balletjes bent, hè? Ja, ik ben echt van de balletjes. Ja. Ja, ik ben een mannenverslinster en daar horen de ballen bij. En die eten echt op? Ja, die eten we echt op. Deze die heeft hele kleine balletjes. Ja. Kijk, dit zijn ze. Kijk eens, wat mini. Daar zijn de balletjes. Tuinballetjes. Ja, ja, als je een heel haantje met de balletjes nog in, want soms laat ik gewoon erin zitten. En nou wil ik het laten zien. Dan eten mensen een haantje en dan zeggen ze: goh, er zaten boontjes in de kip. Er zijn dan twee balletjes. Ja. De poten. Ja, de poten. Als je ze manicuurt, pedicuurt moet ik zeggen, dan. Kun je ze koken en frituren. Daar zit toch niks lekkers aan? Het is het krakje, het afkluivend krakje wat heel erg smakelijk is. Een soort kroephoekje. Ik vind dat iets wat geleefd heeft, gewoon dat je een taal moet consumeren. Niet alleen een filetje of niet alleen. Ja. Dus, hier zit ook weinig filetje op, moet ik zeggen. Nou ja, dit is heel weinig filetje. In het begin, toen ik ermee bezig was, dan had ik ook zoiets van... Maar uiteindelijk wat er uit die oven komt straks, dan denk ik van... Wie heeft het nou over filet? Ja, oh, daar gaat het niet meer over. Ja. Dit is echt vlees. Ja, vlees. Superlekker. Nou. Dit is dus het vijfde kwartier. Nou, dit zijn balletjes. Er zijn dan wel van drie haantjes. Maar even laten zien hoe het verschil is. De levertjes, de mild, het hartje, de kam, de geschoonde maag. Dit zijn twee medaillons uit de maag. Nou, de kippenklauwen en het nekje. Ja. Ja, geweldig snel. Het halve haantje. Soms is het keihard werken. Nel is trouwens ook onze internetchef. De komende 6 weken kookt Nel op onze website. Vanaf nu www.kluivenmetkleis.nl via gld.nl. Ja, het is 3 kwartier in de oven en klaar. Ja, ondertussen wat lekkers drinken. Ja. Even met de buurvrouw bellen. Mm. Ik zal je niet storen. Kluiven. Nee. Volgende week in Kluiven met Kleis, de lekkerste kaas ter wereld. En Rob, jij bent noot aan het pellen? Ja, lekkere walnoten. En ik ga ook op pad met een wildplukker, Edwin
Flores.